weet het niet. Ik weet niet hoe het daar nu staat. Maar ik ga u niet zeggen wat er praat met mijn cliënten. Ik ga gesprekken tussen mij en mijn cliënten. Geen enkele cliënten. Wat is de gemoedstoestand van de cliënten die je zich vandaag hier aanmeldt? Net zo revolutionair als op 25 februari die ik dacht. Net zo sterk. En welke cliënt, met welke cliënt bent u als eerste hier? Dendoe zal naar binnen, ik ga nu met Jeffrey. Maar als u uw rug keert, dan horen wij u niet, meester. Wat zegt u? Ik zeg als u uw rug keert, dan horen wij u niet. Ik heb even kijken wie aankomt, toch? Ja, maar wie is deze dan? Dat is meneer Jeffrey en meneer Brondenstein. Oké. Maar wanneer we praten over meneer Brondenstein, we weten, met zijn gezondheid gaat hij niet zo best. Hoe wordt dat opgevangen? Heeft hij ook daarover gesproken? Ik heb een gesprek gehad met het openbaar ministerie, maar ik ga u over de inhoud van het gesprek niet zeggen. Of u moet dan het openbaar ministerie vragen. Ik heb geen toestemming van het openbaar ministerie om die kenbaar te maken. Ik ga u dat niet zeggen. Maar hij wordt wel rekening gehouden met zijn gezondheid. Ik ga u niet over de inhoud van dat gesprek zeggen. Dat gek. Ik bedoel, het openbaar ministerie is een autoriteit en ik heb afspraken met ze. Ik zou niet zeggen waar ik afspraken zijn. Wat mag je wel vertellen? Ik mag niets vertellen over de inhoud, tenzij ik toestemming van ze krijg. Hoe kijkt u verder naar de processen na deze dag? Optimistisch. Kijk wat er gaat gebeuren. U brengt uw cliënten hier. Hoe gaat het eigenlijk allemaal aan toe? We melden ons aan en we gaan naar binnen. Dit heb ik eerder al gedaan in andere zaken. Hoogwaardig in te geven. Dus het is bekend. Oké. Oké, we volgen. Jeff Koegwe. Hij komt er. Geen reactie, meneer Jeffrey? Wil je opgesloten worden? Nee, ik zie u lachen en het lijkt alsof u een beetje Nee, maar bent. Wacht even, ik moet huilen. Nee, ik zeg u niet wat u... Ik vraag u. Ik vraag u of u ontspannen bent of niet. Net zo revolutionair als in 1980. Zo sterk als je Meneer Jeffrey, wat is hoe voelt u zich? Ik ga je liever geen antwoord daarop. Niet goed dus. Koken. Nou, wacht, die brand is toch. Nou, we kunnen nog wachten. Ja, de brand is weg. Maar dan ga je even die tas zijn. Is het niet zwaar? Maar je mag kon niet zien. Ik kan gewoon.